Hallo, wij staan hier in de bibliotheek van Rotterdam. Vanuit een crossmediale redactie, naast de radiostudio in de centrale bibliotheek, deelt Open Rotterdam nieuws uit de stad en verhalen van Rotterdammers op de website en social media als Twitter en Facebook. Het geluid van Open Rotterdam is ook te horen op de radio op FM 93.9. Ik ben Daniella en we zijn hier op de redactie van Open Rotterdam, de nieuwe lokale omroep van Rotterdam. Open Rotterdam is de nieuwe televisiezender en radiozender van Rotterdam. En vandaag hebben we een feestje, want de studio wordt officieel geopend. Die is eigenlijk net officieel geopend. En dat vieren wij vandaag in de bibliotheek. We krijgen zo strakjes de tune te horen van Open Rotterdam. En zo gauw je hoort, nu zijn wij open, gaan we met z'n allen openen. In de grootste havenstad van Europa, de metropool van Nederland. In het centrum van ons centrum, tussen de Kubus en de Koopgoot. Aan het begin van de Hoogstraat, naast het Stationplein. Bij de bibliotheek tegenover de nieuwe Markthal. Daar vind je vanaf nu Open, de studio van Open Rotterdam. Bij ons is het voor Rotterdammers, door Rotterdammers. Wat betekent het voor u? Rotterdam is nu een lokale zender rijker. Ja, ik denk een heel trots moment. Ik denk voor mij als wethouder van die ook over media gaat, maar vooral voor al die Rotterdammers die nu een zender krijgen waar ze zelf wat kunnen doen. Waarom is het belangrijk dat een stad een eigen lokale zender heeft, een eigen stem? Ja, dat is eigenlijk heel erg belangrijk. Als je wilt mensen in de stad een stem geven. En je wilt mensen zelf laten horen aan andere Rotterdammers waar zij mee bezig zijn. En dat kan heel laagdrempelig met een lokale mediazender. En daar kan je als overheid ook dingen laten zien en horen. Maar mensen kunnen juist ook aan de rest van de stad laten zien wat hun gave deel van Rotterdam is. En daar gewoon letterlijk smoel aan geven. Wat is Open Rotterdam? Open Rotterdam is een lokale omroep. Dat wil zeggen dat mensen in Rotterdam kunnen naar Open Rotterdam kijken en luisteren. De programmamakers komen ook uit Rotterdam. En de programma's zijn geïnspireerd door mensen uit Rotterdam. Dus echt voor en door Rotterdammers. Wat voor soort programma's zijn er te zien bij Open Rotterdam? Van alles. We hebben een kookprogramma, Smullen met Hubert. En hij maakt ook vegetarische gerechten. Dat is dan gezond Smullen met Hubert. We gaan de wijken in met Cineac Dashaven en Cineac Noord. En Het Oude Noorden is ook een mooie programmareeks van de wijk Het Oude Noorden. Het hebben we nog meer. Marja's Borrelgarnituur. Het zijn allemaal programma's die door hele enthousiaste Rotterdammers zijn gemaakt en die over de stad gaan. Hoe gaan jullie zorgen dat meer mensen naar Open Rotterdam gaan kijken? We hebben een hele leuke campagne. Dat is Rotterdam is open. We gaan bij Rotterdamse bedrijven op bezoek en we gaan kijken of zij de radio of de televisie op Open Rotterdam hebben. Hebben ze dat niet, dan gaan we dat zelf doen. We gaan de radio op openzetten, 93.9 FM. En dan krijgt Excelsior van ons... Het muurwerk! We krijgen van ons een bordje dat ze open zijn. Dus dat is één manier waarop we dat doen. En mensen kunnen zichzelf ook opgeven. Dan gaan we bij hun langs of ze kunnen hun foto opsturen. En ook via social media, via Facebook en Twitter. Zorgen we dat mensen onze programma's leren kennen en onze presentatoren. Dus dat zijn eigenlijk de manieren. Wat doe jij eigenlijk bij Open Rotterdam? Ik ben community redacteur. Dat wil zeggen, ik hou Facebook en Twitter bij. Dus alle berichtjes die je op Facebook ziet en op Twitter, die maak ik. En ik zorg ook dat we met andere mensen gaan praten die op ons reageren. Dus daar reageer ik weer op. En leren mensen ons ook beter kennen. Wat is er leuk aan de baan die jij doet? Ik vind het heel leuk dat Rotterdam centraal staat. Ik kom zelf uit Rotterdam en ik hou heel erg veel van de stad. En we hebben ook een heel leuk, enthousiast team. Dus ik heb hele leuke collega's. En ik hoop ook dat we iets voor de stad kunnen betekenen. Wat is het leukste Twitter of Facebook bericht die je hebt gemaakt? Ik heb vandaag een hele leuke foto gepost van ons allemaal. Van alle mensen die bij Open Rotterdam werken. Met allerlei leuke bordjes. En dat we eigenlijk blij zijn dat de studio officieel geopend is. Hoe belangrijk zijn de kinderen voor Open Rotterdam? Ja, heel belangrijk natuurlijk. Wij letten heel erg goed op Twitter en Facebook wat er
onder de jeugd gebeurt in Rotterdam. En we hopen ook wat meer programma's te kunnen maken die kinderen ook heel leuk vinden. Als je uit Rotterdam komt en van Rotterdam houdt, dan zijn wij eigenlijk de perfecte omroep voor jou. Omdat we al het nieuws brengen wat in Rotterdam gebeurt. Niet alleen het grote nieuws, maar ook het kleine nieuws. Bijvoorbeeld alle vrijwilligers die in de stad zijn. Als er een leuk evenement is. Dus ja, hou je van de stad, volg ons. Oké, bedankt voor het interview.